Welkom allemaal, mijn naam is Lotte en ik zal jullie meenemen op mijn avontuur in Amerika. Met heerlijk gegeten, zoals je kan zien. Ik ben aangekomen op New York, vlakbij New York. En ik heb straks een vlucht naar Detroit. Ik ga lekker eten. En echt cool, zo typisch Amerikaan. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, sport. Jij. Nou, eetje maken. Gisteren is gelukkig alles goed gegaan. Ik was met Savannah mee naar huis gegaan, dus ik ben daar nu. Maar ik krijg straks dus de sleutel. En dan gaan we verhuizen. Maar gisteren, nog even, er kwamen een paar vriendinnen langs. Dus dat was erg leuk. Een paar vriendinnen van Savannah en een paar mensen uit het atletiekteam. Dus ik heb me wel vermaakt de eerste dag. Hey, ik heb net de sleutel gekregen. Echt leuk. En het pasje. Dus ik kan eindelijk mijn eten halen. En ik ben nu in het gebouw waar mijn appartementje is. Ik zal het eventjes laten zien. Kijk, zo ziet het eruit. Zeg maar het uitzicht. Best prima. Kijk, en dan kom je hier binnen. Kijk hoe leuk. Hebben wij niet zelf gedaan, hebben ze hier gedaan. Echt cute. Nou, dit is het. Welkom in onze crib. De douche is niet zo heel bijzonder volgens mij. Ja, en dan is dit mijn kamer. Is daar nog een slaapkamer. Is hier nog een slaapkamer. En daar nog een slaapkamer. En dan is daar gewoon de wc met... Ja. Hoe werkt deze lamp en zo? En de woonkamer. Het moet nog even een beetje leuk worden, maar... Ik vind het echt... Ik vind het best groot. Had ik niet gedacht. Ik zal naar mijn kamer gaan... Maar best wel kleine kamers wel, maar op zich, ja, weet je, prima. En dan hier nog een kastje. Het is wel oké. Ik heb net al die dingen gekocht, dekbed en zo. Oké, ik zal het even snel aan jullie laten zien. Ik ben nu in het athletics gebouw. Dus hier beneden is dan de krachtruimte. Die zal ik nog een keer aan jullie laten zien. Allemaal prijzen en zo. En daar is wel cool. Het lijkt net een ziekenhuis, joh. Maar is het zwembad? Best wel groot. Oh, hier is het basketbalveld. En daar is nu graduation. Maar vandaag had ik internationale studentenoriëntatie. Dus ik heb eindelijk Europeanen ontmoet. Eindelijk. Nee, was erg gezellig. Weer nieuwe vrienden gemaakt. En ik heb een shirt gewonnen. Er was een loterij en daar deden echt 100 mensen mee. En ik heb gewonnen. Fucking leuk. Ik zal hem zo laten zien. Yay. Deze had ik gewonnen. Maar mijn kamer is nog steeds... En zooi, dus dat moet ik even nu fixen. Ik ga nu naar beneden met Hannah. En Emily is er ook bij, die zit ook in het atletiekteam. Hannah is een hoogspringster en Emily een meerkampster. Dus ik ga trainen met Hannah.
En vanavond is er een feestje bij de jongens atletiek mensen. Maar ik heb morgenochtend om 8 uur oriëntatie, dus ik denk niet dat ik daarin ga. Zou wel leuk zijn. Kijk hoe leuk shirtje. Oh, dat gaat niet. Oh. Ja, slaap lekker. Oké, goeie. Ik heb net weer mijn ontbijt gehaald. Oh, omelet met ei en tomaatjes en uitjes en spinazie en een beetje fruit. En mijn allereerste Amerikaanse koffie. Het is fucking raar, want het is vanille. Het is in ieder geval, het smaakt niet eens meer naar koffie. Zoveel dingen zitten erbij. Oh, zo. Maar morgen gaat dus een best wel drukke dag worden. Want dan heb ik testjes. Moeten alle nieuwe atleten doen volgens mij. En dan gaan ze kijken hoe je ervoor staat qua, weet ik veel, bloeddruk of zo. En gewicht en dat soort dingen. Dit bed zat dus zeg maar hier bovenop. En daar is mijn bureau. En dit zijn dan kasten. Oké, tussenstandje. Daar is een gedeelte. Hier is mijn bureau. Daar is nog. Daar is dan mijn bed. En nou is daar mijn kast. Maar mijn bureau past er niet meer in. Hi. Ik ben nu onderweg naar de atletiekbaan, want daar hebben we een event met alle atleten. Dus ook basketbal, volleybal, iedereen. Dus daar heb ik wel zin in. En de testjes van vanmiddag gingen goed. Alleen mijn ogen zijn slecht, maar ja, dat wisten we al. Dus ik moet nou naar een of andere oogartsachtig iets. Dus we gaan het zien. Dan dit nog. Dit nog allemaal. Dus dan ga ik eventjes ophangen.